Hou je van komkommers? Komkommers stop ik altijd in mijn. Hey, let's go see en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Steve Vechten en vandaag gaan wij een Snapchat Q&A doen. Oké, wil je nou dat ik vaker Snapchat Q&A's ga doen? Laat het even achter in de reacties en dan gaan we nu beginnen. Oké, kunnen we op deze video minimaal de 2000 likes, wat er super zijn. En dan gaan we nu meteen gewoon naar de Snapchat Q&A. Waarom we beginnen? Op zich is het wel een lief poesje. Had ik ook maar zo'n poesje. Je moeder, als dat je moeder is, kan wel lekker koken, vind ik. Groetjes aan je moeder. Doei. Hoe oud was je toen je voor het eerst had gezoend? Nou, het liefst wil ik daar niet over praten, want het is echt wel een hele gevoelig onderwerp. Maar toen ik als allereerste keer had gezoend, was ik weet het voor mij niet, voor mij 12 of 13 jaar. Ja, maar ik was die gekke fix, hè. Hoi Steven, wat vind jij van Op Mijn Money van Femke Louise? Nee, dat is een grapje. Wat vind jij van kickboksen en zou je het eens een keer willen proberen? En dit is de 3 miljoenste poging, dus ik hoop dat deze wel lukt. Ik heb één vraag voor jou. Wat deed je in het begin? Je viel bijna zo in slaap. Maar wat ik van kickboksen vind, ik vind het echt heel sexy. Ik hou ervan dat meiden kickboksen. Vind ik echt heel leuk, want dan kunnen ze mij verdedigen. Nee, wat ik nou vind van meiden die kickboksen, ik vind het chill. Ik wil het zelf ook wel een keer proberen. En Hoi Steven, hoe ben je eigenlijk opgekomen om een YouTube-kanaal te beginnen? Nou kijk, het zit zo. Ik was ontvoerd en iemand zei tegen mij, je moet een YouTube-kanaal beginnen en anders schiet ik je dood. Echt waar. What up? Heb je er ooit over nagedacht om model te worden? Nee, ik heb er nog nooit over nagedacht over model te worden. Met zo'n hoofd als ik. Dus zo. Ik kan nooit van mijn hele lijf een model worden. Mijn vraag is, wat is je favoriete liedje? Oké, dankjewel voor je vraag. Mijn favoriete liedje moet ik even opzoeken. Binnen zo weer. DJ Steven in de house. Dit is mijn lievelingsliedje, jongens. Ik ga optreden. Special to me. I love you, you love me. You say you love me too. Oh, ik heb ineens een geniaal idee. Ik heb ineens een geniaal idee. Oké, ik ga een reactie achterlaten en dat zet ik neer. Oké, als die reactie minimaal 100 reacties krijgt, dus iemand mag gewoon helemaal onder gaan spammen. Maar als die reactie minimaal 100 reacties krijgt, ga ik een volgende karaoke video maken. Holy shit. Ja, dan ga ik doen als die reactie dus minimaal 100 reacties krijgt. Onze vraag is, hou je van komkommers? Komkommers stop ik altijd in mijn. Zo kan je niet zijn, man. Hey, wat is je lievelingssmaak ijs? Oh, dit vind ik wel een leuk verhaal. Ik was een keer in Italië en toen hadden ze daar Nutella ijs met cookie. Die twee bij elkaar. Holy shit, dat was zo lekker. Dus, maar wat ik gewoon vet lekker vind is Nutella ijs. Oh, this magic moment. Stop it. Get some help. Oké, ben je nou nieuw op mijn kanaal? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. En druk dan ook meteen op het belletje, want dan ben jij altijd up-to-date voor mijn nieuwste video's. Oké, vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor deze likes. Kunnen we deze video de 2000 likes halen? Dat zal super zijn. En voor de rest, bekijk zeker deze video en deze video. En dan zie je nu de outro.